Hoi, ik ben Robin en welkom bij de tweede aflevering van Robin Smalltalk. Voordat ik ga beginnen met deze aflevering wil ik even bijzeggen dat ik een allergische reactie heb gehad en dat het lijkt alsof ik iets minder blij ben dan wat ik normaal ben of iets minder gezichtsuitdrukking heb. Dat is volstrekt normaal. De allergische reactie is wel minder geworden, maar goed, dat zal je de gedurende de video wel zien dat het iets anders zal zijn. Nu we dat gehad hebben, ga ik door met de aflevering. En om dan maar gelijk met de deur in huis te vallen. Vorige week verdacht ik Nadja als een potentiële mol. En helaas zat ik er echt helemaal naast. Ze moesten het spel verlaten. Ik had het niet aanzien komen, maar ook dat mag de pret uiteraard niet drukken. Dan is het tijd om de tweede aflevering van Wie is de Mol te bespreken. Ik kan een hoop zeggen, maar wat was de omgeving waar ze in speelden? Ontzettend mooi om te zien. En de titel van deze aflevering was ook listig. En dat was ook zeker het geval met de opdrachten waar ze allemaal een sluw spelletje speelden om elkaar af te troeven. En daar is ook een mooi punt om door te gaan naar opdracht 1. Opdracht 1 is genaamd Steenrijk, de opdracht waar de kandidaten gedurende de opdracht stenen konden inruilen voor stenen met bedragen erop. Tijdens deze opdracht konden ze 2222 euro en 50 cent verdienen. Maar helaas zijn ze niet verder gekomen dan 97,50 euro waar Rick het bedrag heeft opgehoogd naar 100 euro. Hier zijn een aantal dingen mij opgevallen en niet alleen mij, een hele hoop mensen die hebben dit ook gezien. Het groepje van vijf zijn langs de gouden stenen gelopen. Oh, wacht. Het was op zich wel zichtbaar dat de stenen daar gewisseld zouden kunnen worden. Maar blijkbaar is er aangegeven door Jeroen dat Ellie en Peggy aangeven bij de eerste stop dat ze later waarschijnlijk meer waard zouden worden. Iets wat een mol niet zo snel zou doen. Eerlijk gezegd heb ik hier ook mijn bedenkingen wel een beetje bij. Omdat de mol weet waar en wanneer alles komt en wat het waard is. En juist door deze opmerking zouden Ellie en Peggy juist meer verdacht worden. Ook was Peggy gedurende de opdracht behoorlijk behulpzaam met het helpen van sjouwen van stenen of ook van anderen. Wellicht dat zij hierdoor wist dat ze dan op de 0,5 keer uit zouden komen en daardoor het bedrag gehalveerd zou worden. Dit lijkt natuurlijk op een kandidatenactie, maar het zou heel goed ook een molactie kunnen zijn. En aan het einde van de opdracht zei Ron het volgende. 160 euro van ons en zij hadden er 35 euro. Ze hadden 35 euro meegenomen. Hoezo dan? Dit zou dan inhouden dat het groepje van Peggy, Nicky, Jeroen, Tiro en Nadja langs de gouden paal zijn gelopen en dat er zilveren stenen weggemoffeld zijn. Want ze konden 5 stenen omwisselen voor 2 zilveren stenen, dan kunnen ze nooit op de 35 euro uitkomen. En het laatste opvallende punt van deze opdracht was dat de pot pas nu te zien is. Deze staat op 100 euro, wat inhoudt dat de 250 euro van Horace van vorige week nog niet hierin is verwerkt. Ook iets om in de gaten te houden. Dan gaan we door naar opdracht 2, genaamd meeslepend. In deze opdracht was het de bedoeling om een kist van start naar finish te brengen met zoveel mogelijk geld, maximaal 2000 euro en troeven op naam. Uiteindelijk hebben een aantal mensen de troeven gekregen, namelijk Patrick en Horace, en hebben ze 260 euro voor de pot verdiend. Ook zijn er in deze opdracht een aantal opvallende momenten, te beginnen met Patrick. Hij geeft aan dat hij helemaal in het spel zat en vergat geld en troeven mee te nemen, terwijl hij op de achtergrond 100 euro heeft liggen. Zo bezig met die schutter dat ik eigenlijk die eerste 10 meter niet eens heb gekeken naar jokers of naar geld. Je bent zo in een andere focus dat ik wederom niet aan geld en aan troeven heb gedacht. En wat opvallend was, was natuurlijk het mingeld. Deze zou door Horace gepakt zijn, omdat hij een hele stapel biljetten in één keer in de kist had gedaan. Vervolgens tussen opdracht 2 en 3 sluiten Tiro en Ron voorzichtig een bondje. Normaal gesproken heb ik het hier ook niet over, maar dit is wel een hele opvallende uitspraak die gedaan werd door Tiro. Ik heb het idee dat hij mij een beetje verdenkt, dat hij het ook wel fijn vindt om dicht bij de mol te zitten. En werd er hier nou echt bewust gezegd dat Tiro de mol is? In ieder geval iets ook weer om in de gaten te houden. En dan is het alweer tijd voor opdracht 3, genaamd Vragenvuur. In deze opdracht moeten ze zoveel mogelijk vragen stellen en goed beantwoorden om een zwarte vrijstelling te kunnen bemachtigen. Om een lang verhaal kort te maken, of eigenlijk eerder gezegd, om veel vragen, minder vragen te maken, had Patrick als penningmeester de keuze om de zwarte vrijstelling te verdelen onder twee kandidaten en Patrick zelf of 1500 euro in de pot erbij. Uiteindelijk heeft hij gekozen voor de 1500 euro in de pot, omdat hij het volgende aangaf.
Ik dacht nu, zo, weet je, net zo voor zo'n executie. Ik denk, ik vind het ook wel lekker om even nu al de jokers gewoon uit het spel. Als die er zijn, want die zijn een natje heeft hij, weet je. Dus die worden denk ik nu ingezet en dan vind ik dat wel eigenlijk wel een lekker idee. Dit zorgt bij mij voor, in ieder geval voor om Patrick een stuk minder te verdenken. Want als mol zijnde zou je dat niet zo snel doen vanwege het hoge bedrag van 1500 euro. En zo komen we aan bij de executie en afsluiting van deze aflevering. Waar ik de vorige keer Tigo, Nadja, Ellie en Patrick verdacht, zijn er nu toch eigenlijk best wel grote wijzigingen gekomen op Tigo na dan. De anderen zijn van mij vervangen voor Horace en Nicky. De andere kandidaten verdenk ik uiteraard ook nog wel een beetje. Maar door een opmerking van Jeroen is eigenlijk hij helemaal volledig van de verdachtenlijst afgevallen. Omdat hij aangaf in een radioshow van hemzelf dat hij zat te wachten op het moment dat hij eruit zou vliegen. Wat dan direct inhoudt dat hij niet de mol is. Ik ben benieuwd wie jullie denken dat de mol zou zijn. Laat het weten in de reacties. En dan is het nu tijd voor de afsluiting van deze aflevering. Ik zeg dan ook bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En als je al bent geabonneerd, vergeet niet het belletje aan te zetten. Zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe Wie is de Mol video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu later.